mensen altijd alles willen doen. Hey, welkom terug bij Gami Meneer, waarin we plaatjes kijken op het internet om ons te laten gniffelen. En soms kunnen het video's zijn in plaats van plaatjes. En soms laat het ons helemaal niet lachen. In Utrecht is het langste regenboogfietspad ter wereld geopend. In Utrecht is het langste regenboogfietspad ter wereld geopend. Rainbow Road! Ja! Maar eigenlijk had ik dan wel liever een shot willen zien van dat mensen erop fietsen. Sowieso is het niet heel verwarrend. Ik bedoel, wij weten, een fietspad heeft een kleur. Dat is dat roodbruinige. Al gaan we daar ineens van afwijken, dat kan toch heel verwarrend zijn. Ik bedoel, ik snap het wel wat betreft vertegenwoordiging van. Maar aan de andere kant zit ik ook van, ja, het is de weg. Je kan het zelfs dusdanig interpreteren dat mensen van de LGBTQ, et cetera, dat die alsnog onder ons zitten. We gebruiken dat als ons asfalt. Zo, dat is pas lullig. Weet je wat, maak maar gewoon weer dat roodbruinige. Oh, wat erg. Hey, are you two friends? No, yes. Kan je het zien? Ik heb een paar krapjes op mijn arm. Maar Shirley is heel lief. Maar ik ben ook gewoon de enige die gekrapt wordt. Lotte is gewoon nog 0 keer gekrapt. Thee of koffie? Koffie. Fout, het is thee. Ah, frik. Ah, ja. Nee, nu moet ik balen voor de rest van de vlucht. En leven op zakjes met nootjes erin. Nederland verliest. Nederlanders, ja, eigenlijk zijn we allemaal wel een beetje Belg. België verliest ook. Weet je wat? Het Koninkrijk, de Nederlanden, zijn uiteindelijk gewoon allemaal lekker verliezers. Laten we daar maar op houden. Niet verbonden. Duidelijk. Verbonden. Duidelijk. Verbonden mag geen internet. Ja, maar waarom is dat? Gewoon waarom? Hoe kan je me verbonden hebben, maar geen internet? Kom op, gedraag je even. Doen wanneer hij iets gratis kan krijgen. I'll take your entire stock. Ja, weet je wat het is? Uiteindelijk ben ik ook gewoon maar Nederlander. Uiteindelijk vind ik ook wel gewoon gratis dingetjes gewoon best wel leuk. Het is gewoon een product is ineens veel leuker als het gratis is. Denk je van, ah, ik koop een telefoon. Denk je van, oké, best enthousiast kan je over een telefoon worden. Maar al is de telefoon gratis, dan is het, ik rond het jaar 2000. Oeh, Linkin Park, numpe.mp3.exe. Ja, download maar. Ouwe, op een gegeven moment wist je zo goed hoe groot een audiobestand zou zijn. Was altijd rond de 3,5 MB. Dus als een audiobestand, in ieder geval als het zo gelabeld was, veel groter was dan de 3,5 MB, dan wist je van, hé, dat is een virus. Die moet ik niet downloaden. Maar inmiddels zat je computer al vol met 200 trojans en liep je voor dikke scheid. Toen was computers formateren nog een maandelijkse bezigheid. Minimaal. Being called smart because you have a variety of information on different subjects, but in reality it's all surface level intelligence and you don't feel like you're really good at anything. Ja. God. Invents cucumber to feed human. Shove you cucumber up their asses. Ik ben wel eens benieuwd wat hij denkt als hij eens naar beneden kijkt. Is hij dan teleurgesteld? Is hij blij met zijn creatie? Disappointed! Wie weet? When you wake up from a dream that was 100 times better than your life. Ja, ja maar tuurlijk. Maar de meeste dromen zijn bedrog. En als ik wakker word naast jou, dan droom ik nog. Marco Borsato, iedereen. Dear Plexiglass, thank you for protecting me from the cashier who just touched every single item I'll be taking home with me. Ja, maar als jij je handen gedesinfecteerd hebt voordat je binnenkomt en als hij dat ook heeft gedaan, dan zit je toch gewoon goed. De plexiglas dient er dan voor dat je hem niet in zijn bek spuugt. Maar leuke poging, doen we niks mee. Oh, we krijgen gewoon even een Legend of Zelda kistje. No, na zo'n lange tijd is die stickbug er gewoon nog steeds. Wel goed geëdit, though. Send nudes. Oh, sterren. What the fuck is this? It's me. It's us. It's humanity stripped. This is our true nakedness. We are painted with stars and consumed by the cosmos, only to come back again brighter than before. My heart is the sun and my soul is the void.
En die persoon heeft zojuist een slappe pik gekregen. Waarschijnlijk is hij helemaal niet into the deep shit. Want anders zou hij niet Sint Nude zeggen. Het kan ook gewoon letterlijk één persoon zijn met twee telefoons. Laten we die optie nooit uitsluiten. Are you eating healthy? Yes, today I made aged organic milk tossed over a seasoned tomato puree spread on a baked whole wheat. Wow, let's see. Oh, het is gewoon pizza. What the fuck? Het ligt puur aan de verwoording. En verwoording is kunst. Now that's what I call my neighbor shooting off fireworks at 3 a.m. Als je ruzie met de buren wil hebben, je wilt de John Williams of wie de fuck dat programma ook presenteert. Als je die over de vloer wil hebben, speel dat af. Laat maar, dat is een cd. 90% van jullie weet geen eens wat een cd is. Rainbow Road returns to regular road after Pride Month. Wow, dat ziet er eigenlijk best wel bedroevend uit gelijk. Look at all that gray. Random teenagers laughing in public. My brain. Is that like a personal attack or something? Ja, ja, dat is het. Altijd. Elke keer weer. Elke keer als jij gewoon loopt en je hoort mensen lachen, is het om jou. Ik ken het. The pros and cons of making food. Pros. Food. Cons. Making. Yes. Precies die. Het is uiteindelijk teer lekker wat je dan uiteindelijk maakt. En je bent er trots op. Maar het hele proces om het te doen is gewoon kut. Gewoon kut. 5 sterren. Oh, er zijn er maar 19 reviews van. 4.6 en dan 2280. Ja, tuurlijk. Maar wie geeft er nou echt 5 sterren op iets? Wanneer is een product of een service dusdanig perfect dat je 5 sterren geeft? Gebeurt heel weinig. En toch zie je echt tering veel producten. Gewoon, ja, hier 5 sterren. Hier 5 sterren is perfect, 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 perfect. Me, not a drummer. Explaining how to play the drums. Whack. Whack. Nou, eigenlijk is whack toch dan met een H ertussen. Gaat niet goed. Gaat niet goed. It is wrong. How to fix Fortnite. Make every female skin naked. Add hot sex and prom. Make female skins more thick. Add physics for boobies and ass. Please don't hate. It's just my opinion. I will find you. And I will bonk you. Wat een joch. Stop met zo te jochen. Ga op het internet. Google 1 keer. En vind wat je wil. Minecraft Survival World exists. Me on day one. King under the mountain. Ik woon nu in een berg. Ik ga een berg uithollen. En later bouw ik wel een huisje of zo. Het is gewoon grot. This is Wilson. He's now working from home. Even een Zoom meeting houden met alle schapen. Hey jongens, het wordt tijd dat jullie gewoon even allemaal lekker naar binnen toe gaan. Weet je, ik kan niet langskomen. Ik kan niet naar jullie toe rennen. Ik kan niet naar jullie blaffen. Jullie moeten gewoon even nu meewerken. Ik ga ervan uit dat jullie het doen. Ik zie jullie volgende week weer bij de volgende meeting. Dankjewel. I'm jealous of your heart. Huh? It's pumping inside you and I am not. Ja, dat is ook een manier om het te doen. Je kan gewoon heel recht door zee zijn. Dit is al... Wacht, waar is dit? Is dit Tinder? Geen idee. How fans think George Lucas felt after selling Lucasfilms to Disney. What have I done? How he actually felt. Oh, geld. Ja, waarom zou hij het doen als hij er niet achter staat? Dat zou toch heel gek zijn. My socks when I tell my crush I don't want... When I don't watch porn. Of I don't watch. Ja, ja, tuurlijk, jij wel. Oh, hij is zo briljant. Ja, jij wel. Oké, time to sleep. Eens even kijken. Declining coffee offer after taking female co-worker from workplace to her home because it's 10 p.m. Ha, classic. What an idiot. Oh. He could have gotten laid. Maar hij besloot geen koffie te nemen om 10 uur 's avonds. Wat ook een goed besluit is, want anders kan je niet meer slapen. No, no, my cat's not dangerous. He just wants to play. His cat. Oh, dat is de Punisher? Dat... Oeh. Ik weet niet hoe ze dat erop hebben gekregen, maar dat is wel heel ziek. Redditors on their way to downvote unpopular opinions that are posted on subreddit unpopular opinions. Dus dat is hoe het voelt om een leger te zijn. What song have you gotten railed to the most? I'll go first. Het is wel een mooi achtergrondgeluid. Laten we daar maar gewoon op houden. Achtergrondgeluid. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze editie van Ga Mie Meneer. Volgende week. Ja.
Twee video's staan hier. Mocht je nog meer van mij willen zien, merchandise kan je vinden op www.gamenin.nl. Zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei!